Politie krijgt 100 tips over de dood van Esmé. Record aantal katalysatoren gestolen. En pastoor maakt virtuele reis naar Santiago de Compostela. Goedenavond. Begin het nieuws van de regionale omroepen in Friesland. Dat is vooralsnog de enige provincie in ons land waar je een boosterprik kan halen zonder afspraak. Na Leeuwarden is er nu ook zo'n vrije inloop in Drachten en morgen volgt Limburg. Bij deze XXL-vaccinatielocatie in Leeuwarden kunnen mensen al vanaf gisteren een booster halen zonder afspraak. De GGD hoopt dat de drempel om te gaan zo lager wordt. Iedereen van 18 jaar en ouder kan nu met één afspraak een booster krijgen. Verslaggever Lennart Jan Geerts, die is in Leeuwarden. Lennart, merk je dat het drukker wordt daar nu mensen geen afspraak meer hoeven te maken? Ja, dat merk ik, want het is hier in combinatie met Drachten zijn er hier in Friesland vandaag al over de 2000 mensen geprikt, 2300 om precies te zijn, zonder afspraak. Maar gisteren waren dat er maar 1500 en dat is, dat doel was eerder vanmiddag al gehaald. Naast mij staat de directrice van de GGD Friesland, Margreet de Graaf. Margreet, ik neem aan dat jullie wel op meer prikken hopen. Nou ja, er kunnen er in ieder geval meer bij. Het is niet aan ons om iets te hopen, maar we staan open voor iedereen die langs wil komen. In Leeuwarden 11.000, in Drachten 4.000, dus we kunnen nog meer aan per dag. Ja, dat is jullie aankunnen per dag. Waarom kan het alleen hier in Friesland? Waarom kan je hier in Friesland alleen zonder afspraak komen prikken? Nou ja, wat wij natuurlijk vorige week ook nog deden, was op afspraak prikken. En dat is nog steeds het handigst. Alleen als je ziet dat een locatie zoals deze veel meer aan kan dan de afspraken die gemaakt kunnen worden. En dat is echt heel veel meer. Dan is het handiger om even over te gaan op prikken zonder afspraak. Hij ligt wat decentraal. Dus ik denk dat mensen hem misschien ook niet zien in het afsprakensysteem. En dan kan het zijn dat zo'n grote locatie geschikt wordt voor prikken zonder afspraak. Margreet de Graaf van de GGD Friesland. Dank u wel. Ik was hier al een tijdje vanmiddag en ik sprak met een aantal mensen en ze komen echt overal vandaan. Uit Groningen, de stad. En waarom we hier in Leeuwarden? Nou, we waren net bij een verjaardag van mijn vader op visite. En die zei, nou het duurt nog wel even voor het eten klaar is, dus rij maar even naar Leeuwarden op en neer. Uit Groningen, in ieder geval Drenthe eigenlijk, woon ik bij mijn ouders. Dus. We zitten in een vakantiehuisje bij Balk in de buurt. Dan kunnen we misschien nog op wintersport. Het is zodoende. Anders had ik nog een weekje of zo moeten wachten. We hebben een wintersportvakantie in het verschiet staan. Dus hoe eerder je geboosterd bent, hoe beter eigenlijk dan daarvoor. Nou Daniel, je hoort het. Mensen komen echt overal vandaan. En dat kan ook de komende dagen nog. Je kan hier in Leeuwarden gewoon komen prikken zonder afspraak. Ook als je niet in Friesland woont. Oké, Lennart vanuit Leeuwarden. Dank je wel.